tekendag op Saron School. Nog steeds geen schoon water voor iedereen. Enver en Matai maken Earth Hour Clip. Goedenavond, welkom bij een nieuwe uitzending van het 10 minuten Jeugdjournaal. Het is maart, dus weer tijd voor de grote rekendag. Die is vandaag op verschillende basisscholen in het land gehouden. Wij namen een kijkje op de Saron School. Het thema voor dit jaar is rekenen met geld. Al jong komen kinderen in aanraking met geld. En dan is het goed om te weten hoe zij het beste hiermee om kunnen gaan. Wanneer je iets koopt, dan kan je goed tellen hoeveel die meneer u daar weer geeft. Bijvoorbeeld, je moeder geeft je 10 SRD, dan ga je naar de winkel. En je moet een blik sardine kopen. En als je niet weet te rekenen, gaat de Chinees zeggen... Je hebt 10 SRD, het kost 10 SRD, maar dan gaat de Chinees zeggen het kost 11 SRD. Bijvoorbeeld, mijn moeder stuurt me naar de winkel om brood te kopen. Brood kost 6,80, dan geef ik me 10 SRD, dan breng ik kleingeld weer voor dat. En hoeveel kleingeld moet je terugbrengen voor dat? 6,80 is 2 SRD, 20 cent. Als je suiker gaat kopen, dan heb je pond, kilo, winst daar. Bijvoorbeeld, je gaat naar de winkel, de Chinees zegt je, dus je vraagt om 1 kilo dit jaar. Dat is 1 kilo. En je gaat naar de winkel, je zet het op je weegschaal, je doet dat weer opnieuw en je ziet het is minder. De grote rekendag wordt vanaf 2014 georganiseerd door Stichting Projecten. Eerst als proef op ongeveer 18 basisscholen en vanaf het schooljaar 2016 wordt deze grote rekendag landelijk uitgevoerd. Het moet een rekenfeest zijn en het is ook van belang dat de kinderen door die activiteiten dat plezier hebben, maar ook dat inzicht verkrijgen in rekenen. Omdat dat het natuurlijk ook makkelijker maakt als je iets begrijpt. Om ervoor te zorgen dat leerlingen rekenen het heel jaar leuk blijven vinden en niet alleen op één dag, zijn enkele leerkrachten getraind door de organisatie. Kijk, als er een dip is bij de lessen, dan pak je weer je materiaal, je kijkt hoe ga ik ze bereiken en hoe ga ik het aanpakken. Dan kan je het altijd weer oppakken. Dus dwars door het jaar kan je kijken wanneer het nodig is. Schoon water uit de kraan, dat heeft lang niet iedereen. Veel plaatsen hebben nog steeds geen schoon water en daarom hebben de Verenigde Naties vandaag, 22 maart, uitgeroepen tot Wereldwaterdag. Het thema is dit jaar afvalwater. Afvalwater is water dat na gebruik geloosd wordt. Denk maar aan water dat wegstroomt bij het wassen van je handen, het poetsen van je tanden of wanneer je vaat afwast. Het water dat wegstroomt bevat zeepresten, bacteriën of ander vuil, vandaar de naam afvalwater. Suriname heeft heel veel water, maar jammer genoeg heeft nog niet iedereen toegang tot veilig drinkwater. Wat de overheid zou moeten doen is mensen voorlichten over het gebruik van goed schoon drinkwater. Maar ook helpen om meer pijpleidingen aan te leggen. De overheid is dat ook van plan. Het afvalwater komt terecht in de goten, kreken en rivieren, waardoor deze ook vervuild raken. Deze stoffen zijn schadelijk voor de dieren en planten. Wij kunnen zelf er ook voor zorgen dat wij het water niet vervuilen. Water is belangrijk omdat we het nodig hebben om te baden, te koken. En voor alle andere dingen waarvoor we water nodig hebben. Mijn oma gebruikt regenwater en ze kookt het voordat ze het gebruikt. En als het weer droog is, dan koopt ze gewoon uit de winkel bronwater. Mensen die geen schoon water hebben, vangen regenwater. En mensen in het binnenland halen het water uit een kreek. De nadelen van het rivierwater is dat het niet altijd schoon is en er komen bacteriën voor. Als je netjes bent,
en je water op tijd laat zuiveren. En je dier, aan mensen die dierotank gebruiken, dat je ervoor hun water, dat ze hun dierotank op tijd schoonmaken. Dus een ieder heeft recht op voldoende, schoon, maar ook betaalbaar drinkwater. Dit is heel belangrijk omdat we het allemaal nodig hebben. Het filteren van water om het bruikbaar te maken kost geld. En hoe vuiler het grond- of oppervlaktewater is, hoe duurder het schoonmaken. Door alvast geen petflessen en plastic overal te gooien of overbodig zeep te gebruiken, kan jij er alvast voor zorgen dat je geen water vervuilt. Dat is alvast een stap in de goede richting. Om de mensen bewust te maken wat de waarde van onze aarde is, is op 25 maart Earth Hour. Speciaal hiervoor hebben Enver en Matthij een videoclip opgenomen. In deze clip vertelt Matthij aan Enver waarom het belangrijk is dat wij goed voor onze aarde moeten zorgen. Enver, Matthij, als je om je heen kijkt naar het milieu, wat zijn de verschillen tussen vroeger en nu? Nou, het is sowieso heter dan vroeger en die seizoenen vallen niet meer in die geplande periode. Maar waarom die vraag? Ik weet niet hoe het toen was. En ik heb verhalen gehoord, dus wil ik van jou weten of het echt zo was. Eerlijk gezegd zag de natuur er vroeger veel plezieriger uit dan nu. Wat bedoel je? De natuur is boos. Is het een soort wraak? Nou, het leek wat erop, vind je het leukste van dit liedje? Ik denk het gedeelte waar we in de regen fietsen. En wel, ik vind alle delen leuk, maar volgens mij ook waar we dansen. Wat vind jij het leukste, Enver? Nou, ik vind het algeheel project. Ik vind het algeheel project gewoon een mooi project. Ik was eigenlijk niet van plan te fietsen of te dansen in de regen, maar het viel mee. Maar spontaan is het best toch, Enver? Ja, maar het viel mee, eerlijk gezegd. Enver! Ja, Matthij. Hoe gezond zijn je longen? Ik heb geen idee, maar waarom stel je die vraag? Ik ben er zeker van dat ook jouw longen nooit 100% gezond kunnen zijn. Maar hoe kom je daarbij? Je bent toch geen dokter? Ik denk niet dat je een dokter hoeft te zijn om te kunnen snappen dat we de lucht elke dag vervuilen. Zoveel bomen die omgehakt worden. Zoveel fabrieken. Zoveel vieze uitlaatgassen. Al dat gerook. Maar wat doen we eraan? Wat doen jullie zelf om nu al te zorgen dat die aarde beter beschermd wordt? Als iemand het water laat lopen, op school of thuis, dan vraag ik als ze hem dicht kunnen doen en erop kunnen letten dat hij goed dicht zit. En als mensen het licht ook onnodig laten branden, dan vraag ik als ze het uitdoen, als ze weten dat ze over een langere termijn weg gaan zijn. Dus als ze een uurtje weg zijn, licht uit. Ben je er over 5 minuten, dan zou het nog kunnen, omdat je dan niet wil laten zien dat je niet thuis bent. Maar een uur, dan moet hij wel uit, want het is, je bespaart je eigen geld en het is beter voor ons milieu. Het verbranden van vuil is iets waar ik persoonlijk een hekel aan heb, altijd gehad ook. En nu met mijn baan moet ik ervoor zorgen, ben ik een van de mensen die ervoor moet zorgen dat het gaat ophouden voor eens en voor altijd. Geen bezienswaardigheden, geen de vieze inkomsten. Geen de vieze inkomsten, slechtere Matthij. Tijden. Maar wat heeft dat te maken met water? Wat heeft het te maken met mijn longen? Wat heeft dit alles te maken met ons? En hoe vonden jullie het om samen te werken? Het was een leuke ervaring, de eerste keer. Maar ik denk niet dat het de laatste keer zal zijn. Ja toch, want volgend jaar heb je weer Earth Hour en dat jaar daarna ook en dat jaar daarna ook. Weer. En we zeggen wel dat Suriname de longen zijn van de wereld. Als we die longen kapot blijven maken, zullen ze zich niet herstellen en gaat de rest van de wereld uiteindelijk ook dood. Maar wat doen we eraan? Hè? Weet je wat we kunnen doen, Enver? Laten we alvast starten met de lampen niet onnodig te laten branden. Wij gaan met Earth Hour samen de hele wereld het licht voor 1 uur uitdoen. En dit jaar valt Earth Hour op 25 maart. Zie je daar! Mi pichi ya bileto, ya bileti, ya bileto. Wil je goed voor de aarde zorgen? Zorg er dan voor dat je de kraan niet zomaar open laat staan en de lichten uitdoet. Ook je oplader uit het stopcontact als je mobiel al volgeladen is. En de 10 minuten zijn om. Maar morgen zijn we er weer. Slaap lekker en tot morgen. Doei!